De tramlijn dwars door Ridderkerk en deze sportvelden lijkt nu echt van de baan. De provincie wil er nu ook vanaf. Al 15 jaar lang wordt er gesproken over de tram vanuit Rotterdam, waar veel Ridderkerkers niet op zitten te wachten. Ik denk dat het een goede zaak is dat hij er niet komt. Ik ben ook bang, wij woonden daar, dat het een bron zou worden voor samen scholende jongeren enzovoort. Nou, ik vind het fijn. Ik zie Ridderkerk nog als Ridderkerk, maar dan krijgen we nog meer ellende. Zo zie ik het. Weet je, als je een auto hebt, dan is het ook niet zo'n punt. Maar als je geen auto hebt, dan is een tram toch wel makkelijk. Ja, net zoals dat ze ooit jaren geleden de trein niet hebben laten komen, vind ik ook een misser. We zijn ontzettend blij dat de gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland besloten heeft om de ruimtereservering voor de Ridderkerklijn op te heffen. Maar de vlag gaat inderdaad pas uit als Provinciale Staten ook het laatste jaarwoord heeft gezegd. Wat waren nou de grootste bezwaren tegen dat tramtracé? Dat er ontzettend veel plat moest. Dat begon al bij de sportvelden, dat daar niet geïnvesteerd in kon worden. Dat zou verplaatst moeten worden. Het ging over een belangrijk schoolgebouw wat plat moest. Het ging over twee kerkgebouwen. Maar ook een aantal woningbouwlocaties die we wilden ontwikkelen, maar die op de tramtracé lagen. En die we dus al die jaren niet tot ontwikkeling hebben kunnen brengen. Dan praat je toch over honderden huizen die we graag willen bouwen voor mensen die een dak boven hun hoofd willen hebben. Het heeft 15 jaar geduurd. 15 jaar geduurd, dus het is echt op slot gezeten. Dus daarom zijn we hier ook ontzettend blij dat we nu eindelijk toekomstgericht kunnen gaan denken.